Riders on the storm. Riders on the storm. Piet, we staan hier nu bij jouw balkon. Wat kunnen we verwachten vandaag? Ja, nou ja, we gaan Jood al pittige buien hand, maar we krijgen joen en vannacht en manier de echte noordwestenstorm. En dat begint dan in de rim van de midden. Zodra die wind draait naar het westen of noordwesten, krijgen we in het kustgebied een noordwestenstorm te staan. Dat geldt dus van letter van midden, joen, vannacht en manier. En dan hebben we meer de provincie, een huddewien. Maar dan komen de buien, we komen ze op zware windstitten, soms ook tongen, misschien zelfs hagel. En die windstitten kunnen hier en daar wel wat skeren. En het verschil met 28 oktober vind hier en deze storm is, dat deze storm volle minder sterk is. Dat een orenrichting komt en vooral in de nacht, in de joentijd en in de maandtijd plak vindt, dus wanneer het donker is. En dan wordt het vaak oors beleefd en ervaren als toe duikbad. Hoe dit storm sprutsen? Dit storm door het misschien zo'n 12, 13 of 14 uur. En dan komt die uit het noordwesten uit. En dan komt er een lading water op de kust te steen. En dat zullen we vooral manierlijk merken langs de hele Friese kust en op de eilanden. En dat jouw zwierigheden of in ieder geval een flinke verheging van het water. Nou ja, dat is het beeld. Is dit nou de mooiste tijd voor een weerman? Stormen? Nou, een storm, sneeuw, wat extreem waar is, prima. Maar het maakt net te extreem mensen. Want zodra al de ellende krijgen of ongelukken en dat soort dingen, dan ben ik er geen voorstander meer van. Maar zo'n storm als deze is wel even lekker om in te steken.